13 jachten werden in de hoek opgetuigd voor de zeilrace van 105 mijl over de Noordzee naar Harwich. Vandaar dat de douane eraan te pas moest komen. Om 6 uur 's avonds voeren de deelnemers de nieuwe waterweg uit op weg naar de startplaats buiten de pieren. De wedstrijd was georganiseerd door de Noordzeeclub, een vereniging van zeewedstrijdzeilers. De race was opengesteld voor zeegaande schepen van allerlei klassen. De kleinste was maar 8 meter lang. Om 7 uur gingen de schepen over de startlijn, ongeveer een kilometer uit de kust. De H220, de Fortuin en de H60, de Banjaard, schoten weg in het eerste gelid. Ofschoon er een matige wind was, leverde de race al bij het begin tal van spannende momenten op. Met ruim 160 kilometer voor de boeg gleden de scheepjes de grote plas op. En nog voor zonsondergang lag het veld al aardig uiteen. Na een avontuurlijke tocht door de nacht bereikten de zeilers eerst in de loop van de volgende dag de Engelse haven Harwich.